Oké, hey hallo allemaal en welkom in AdventureCraft. Het scherm liep bij mij even helemaal vast. Het gebeurt wel vaker. Waarom? Die. Voor de rest staat alles goed. Nou, beste kijkers, welkom terug bij AdventureCraft. Ik ben hier weer eens met al die koeien en al die beesten. Dank je. Ik kan nog niet rennen hierin. Ik probeer het wel, maar het lukt helaas niet. Maar goed, AdventureCraft. Met Spawned, The Creeper's Forge. Heel erg leuk. We doen even één aflevering deze keer in plaats van twee. Komt dat ik niet echt veel tijd heb. Easy Breakable. Easy Brakabla. In plaats van Breakable. Ik denk dat even geven. Ik weet niet 100% zeker. Oké. Nou, mooi. Nieuw zwaard. Die moet ik trouwens opties. Controls. Inventory. Holy shit. Oh ja, de Toll of Fork. Hierin kan ik die wel aan. Hierin kan ik die nog wel gebruiken. Ik kan hier misschien. Ik kan een beetje ver. Dit is misschien toch wel beter als ik het hierop staat. Ook gewoon voor jullie. Kun je ook een beetje de bovengrond zien. Hoe het eruit zag in 1.7.3. Want jawel, AdventureCraft staat daar nog steeds op. Het is gewoon iets dat je moet downloaden. Daarna moet je ook nog een patch erbij gebruiken. En een compleet lege .minecraft hebben. Wat hij daarna doet is een, denk ik een kopie maken van je .minecraft. Dood jij. Oké, dus als je er ook op gaat staan, dan gaat het ook kapot. Maar dan maakt hij ook nog een speciale .minecraft staan waar hij het doet. Gewoon in het mapje van AdventureCraft. Dus zorgen we dat het in een mapje staat. Maakt hij daar een .minecraft staan met die gegevens. En daarna moet je hem nog patchen als het goed is. Ik weet niet zeker. Maar in elk geval, dan heb je dus, gewoon AdventureCraft 1.7.3. Blijf weer vast aan bij mij. Ah. AdventureCraft, hij loopt regelmatig vast. Tijdens de vorige aflevering, ik denk nog wel dat jullie dat kunnen herinneren. Tijdens aflevering 2 op het einde. Toen is het heel, is echt bij mij helemaal vastgelopen. Toen moest ik heel Java's afsluiten. Zo erg liep hij toen de tijd gewoon vast. Misschien is het beter als ik voor de schapen gewoon shares koop. Kijk, ik kan ook gewoon hierin kopen. Shares, shares, hier. Kijk eens aan. Oké, dan zit je eigenlijk deze twee om. En dan kan je nu slaan met je zwaard. Tegelijk het schaap scheren. Oftewel, je hebt heel snel op je nieuwe wol. Eigenlijk als ik op F6 druk, nee, op F6, dan haal ik alle mobs weer terug. Maar dat doe ik liever niet. Het zorgt wel voor wachten voor jullie. Dat is. Wauw. Wat gebeurt er nu? Oh ja, wacht. Dat is denk ik voor mijn. Ja, health. It's getting harder to walk. Ja, dat begrijp ik. Maar we moeten hem zo meteen even laten rusten. Nou. Dit gebeurt echt al heel erg goed. We hebben een heleboel wol. Ik denk dat we er bijna voor kunnen zorgen dat we naar het volgende gedeelte gaan. Dat gaan we ook in deze aflevering nog regelen. Ik denk trouwens, zijn het alle schapen wel. En ook alle koeien zijn al weg. Ja, rechtermuis. Op deze moet je een alt die rechtermuis hebben ofzo. Kunnen die makkelijk verkocht worden. Oké. Oké, don't we never damage that easily. Nou, een nieuwe koeien. Even een paar van de koeien killen. Easy breakable, no surprise. Oké. I can't even eat raw pork chop. Die. Oké. En dan gaan we even iets anders regelen.
Wat heeft hij voor eten? Oh ja, wacht, natuurlijk. We moeten het andersom zien. Dat is. Weet ik wat het is. Het is nou eigenlijk serieus het enige voed wat je zelf kan kopen. Brood. Nou. I. Snel vereten. Nou, ze wisselen echt gewoon van muziek. De draai wisselt, oké. Noem het even per op poppetje. We gaan nog heel even een paar schapen. Ah. Wat zijn de schapen? Ja, die moeten. Door binnenkort worden die nieuw. Ah, lekker. Lekker voor in het water. De schapen worden binnenkort weer normaal. Tenminste, dat gebeurt meestal. Dank je. Ik ga trouwens even kijken wat je allemaal kan kopen en verkopen. Want dat moet ik ook even opnieuw zien. Dat is gewoon een schaap. Ja, een schaap. Oké, muziek, wisseling. Nu. Oh. Die. Oké. Wauw. Oké. Dan kan je deze nog gewoon replanten. Oké. Okay. Compleet nieuwe koeien. Dank je. Even kijken. Want wij kunnen namelijk op deze manier ook nog aan brood komen. Wat staat er in ons huis? Een crafting table. Ik wil nog ergens aan hout komen. Ja, aan hout kan je ook nog komen. Weet je, wij blijven gewoon even doorsparen met alles. Wat kost. Kijk waar die staat. Dat hier. Zo. Die. Oh, die lekker daar. Die daar. Die daar. Nou. Juist. Oké. Nou, we moeten even vechten. Koeien! Trouwens, als dat volledig gegroeid is, dan moet je er pas overheen lopen. Dus ik moet eigenlijk, moet er iets zijn waardoor je dit nog kan afsluiten ook, maar... Shit. Wauw. Die trading is namelijk ook even voor een meter. Maar het begint nacht te worden, dus wij gaan het poppetje laten slapen. Echt van die even elkaar slaan. Nou jammer, hij heeft niks, zo heeft niet geholpen. Die gaan even daar. Nou. Oh, dit is trouwens dat keukentje van ons. Wat dat precies is, weet ik ook niet. Chest, twee furnaces. Oh ja, de furnaces kan ik ook nog goed gebruiken. Oké. Okay. Oké. Okay.
tikknop heb je nou nodig? Nou, geweldig. 100% van de energie. Oh ja. Dan kom je buiten het huisje uit. Dit is trouwens, wat jullie hier zien, is wel een trading system. En wij gaan upgraden. Denk ik ergens nog dichtbij. De bank. We kunnen een kitchen light miner. Mine, armory upgrade. Ja, van die mijnen kunnen we ook over gaan. Kelder. Nog eerst huis upgrade nodig. Weet je wat? We gaan als eerste gaan wij voor. Even denken. Ja, ik denk over die mijn. Ik weet niet wat je ermee kan, maar ik denk wel iets goeds. Ik weet niet waar die is en zo, dus. En wat die vuurdingen zijn, weet ik ook niet. Dus dan ga ik, denk ik, buiten de aflevering met een andere save file ga ik daar naartoe. Oh, uiteindelijk zo'n houthakkersgedeelte, want die kan je erin ook krijgen. De mobs, trouwens. Ja, die schapen die worden dus niet meer normaal. Nou, dat is wel jammer, maar goed. De energie staat dus op 100. En de honger start op 0. Oké. Okay. Wauw. Wacht, moeten we deze hebben. Niet slaan met de zwaard graag. Dan kan het nog zijn dat je zwaard nog eens tussendoor kapot gaat. Oh ja, ik snap het al met die schapen. Je moet ze eerst scheren en daarna vermoorden. Is it breakable? No surprise. Eerst een nieuw zwaard. En dan even alles hier killen en zo. Dus, nu werkt het ook weer. Ik zie trouwens de schapen nergens op dit moment. Misschien verdwijnen ze na een tijdje. Dat kan ook. Ja, ze verdwijnen na een tijdje. Maar echt na een hele lange tijd. Oh. Dan heb ik mijn spel weer. Maakt niet uit, dan laat ik de schapen nu weer gewoon leven. Nou, eigenlijk. Ik wil echt superveel nieuw wol. Dus... 2 klappen dood. Oh, dat is niet zoveel. Oh. Dat schaap deed 3 klappen over. Maar ik hoop dat jullie het ook vonden. En dat jullie het ook gaan spelen. Ik zal... ik weet niet wat ik al in de beschrijving ga zetten. Sowieso het gewone programma's die ik heb gebruikt. Wraps. Tenminste, programma's tijdens het opnemen en tijdens het renderen. Dat zijn dus Camtasia Studio 8, Wraps en AdventureCraft. Meer gebruik ik niet echt. Voor het uploaden gebruik ik ook nog YouTube. Maar dat is geen programma. Dat is eerder Google Chrome dan. Want ik gebruik alleen Google Chrome. Ik gebruik echt geen Internet Explorer. Dat werkt voor mij echt voor geen ene meter. Is there any food left? Oh ja, die gaat natuurlijk zo moeilijk omhoog hierin. Jij dood. Nou, lekker met 2 schapen. Mooi, die is dood. Koeien komen terug. Feeling hungry, is there any food left? Nee. Er is geen eten meer. Even kijken. Een nieuw gebied zou hier dan ook wel handig zijn. Maar ja, dat is toch altijd met het feit dat je er nog helemaal niks mee kan. Tenminste, je kan er dan wel iets mee. Alleen daarin zitten als het goed is slimes en die zijn nog ietsjes irritanter. Nou, je moet dit moet je zien als een soort trade. En dan meer terugkrijgen en zo. En dan steeds hoger worden. Maar het is al redelijk leuk. Easy breakable, no surprise. Wij gaan voor een nieuw zwaard. En daarna gaan wij wat dingetjes... Oh, houdt helemaal vast voor mij.
Nee, niet helemaal. Wel mijn scherm. Oh shit. Dat is ook niet de bedoeling. Die moet op die staan. Share staan. Die. Oké. Okay. Nee jongens, ik ga je deze keer niet aanvallen. Ik heb ook iets anders om te regelen. Ik ga ook even traden. Dan heb ik ongeveer 3 van die dingen. En daarmee gaan we naar het volgende gedeelte. Dus zoals jullie weten, trading, dat gebeurt gewoon hier. Wat hier precies is. Wat is dit dan eigenlijk? Ik weet wel hier ergens het farmhuis ook zit. Oh. Oh. Hier kunnen we van het eten brood maken. Dit is misschien een farm of zo. Sugarcane zie ik daar al. Nou, beter. Even kijken. Hiermee kan je van eens een dingetje de taart 10 van maken. Dus deze hebben. Krijgen we van die paarse dingen. Hier omhoog. Ik ga niet het volgende gedeelte openen. Ik ga lekker. Heb je er 8 voor nodig? Die. En die. Oké. Okay. Volgende is de Woodcutters House. Daar gaan we ook nog ons mee bezighouden. Oh. Hij wilde eerst niet helemaal goed geschoren worden. Dus ik sloeg hem in de eerste instantie. Nadat ik hem eerst had geprobeerd te scheren nog. Dank u. Leg maar 2 keer slaan, anders gaat je zwaard nog ietsjes eerder kapot. Tim zijn batterijlading over op mijn iPad. Beste kijkers, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik hoop dat jullie dit ook gaan spelen. Dat heb ik al een keertje gezegd. Ook in deze video. En tot de volgende keer. Trouwens, om het vast te zeggen, ik heb 85 subs. Dus bedankt dan al, ook gewoon voor het abonneren. Echt, wauw. Ik weet nog dat ik begon. Toen had ik er 5. En het is nu 85. Dus bedankt allemaal. Dat kan ik gewoon alleen maar zeggen. Nou ja. Dingen verkopen. Die. En gaan we alleen. Even nog 1 klein dingetje kopen. En even deze hier killen. Staat toch ineens voor me. Dus dan kan het wel. Hier hebben we nou weer genoeg. Om die beesten dan weer terug aan te komen. Beste kijkers. Wij maken even deze upgrade. Hier moeten we nog 8. Oké. Okay. Dus ons huis is nu groter. Als het goed is. Of beter of zo, weet ik het. Ja. Hij is wat beter geworden. Dat sleepknop. Hier is mijn huisje. Dan neem ik hier afscheid van jullie. Beste kijkers. Tot de volgende keer.